Bij Gladiator Sports in Almere ging gisteravond de vlag uit. Bij het bedrijf kun je terecht voor onder meer paintball en lasergamen. De afgelopen 5 weken was het bedrijf dicht, maar nu mag het weer open. Nou, heel erg gelukkig. Heeft natuurlijk een hele zware periode gehad. We liggen gewoon al 5 weken helemaal plat. Missen ontzettend veel inkomsten, want het is ons hoogseizoen, maart, april, mei. En dan moet het ook voor het hele jaar verder verdienen. En dat is eigenlijk een beetje voorbij. Maar alles wat mag beginnen is heel mooi. We beginnen met kinderfeestjes en dan daarna de volwassenen wat meer. Maar om weer open te gaan moet het bedrijf wel flink wat zaken aanpassen aan de ontvangstruimte. Zo worden alle groepen apart ontvangen. We hebben qua terrein niet zoveel aanpassingen hoeven doen, omdat we binnen de speelvelden altijd minimaal 3 meter afstand hebben voor de jeugdactiviteiten en 5 meter voor de volwassenenactiviteiten. Maar binnen de recreatiezone, en die is gelukkig, zoals je ziet, heel groot, hebben we wel aanpassingen gedaan. We hebben 1 zone gemaakt voor de kinderen, dus van 8 tot en met 12. Die bij elkaar mogen, hebben we dus aanpassing gemaakt dat ze met een groepje bij elkaar blijven. Dus alleen met hun eigen bekenden. En ze spelen ook alleen met hun eigen bekenden. Voorheen werden die ook wel gemengd, maar ze mogen nu privé spelen. Goedenavond, een extra uitzending van het NOS-journaal. Ook in de kappersbranche was het reden voor een feestje. Het nieuws zat er aan te komen, maar de vreugde was er bij kapster Mona Lisa Suurbach uit Lelystad niet minder om. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Yes! Dus kappers. Ja, ontzettend blij. Heerlijk. Ik kan eindelijk weer aan de slag na bijna 8 weken. Confetti, reden ja, tot feest? Ja, natuurlijk feestje. We gaan straks een wijntje opentrekken. We gaan feesten. Heerlijk. Een andere groep ondernemers is juist minder blij. Camping-eigenaren zoals Piet Roskam van camping Buitenplaats Zuiderzee uit Lelystad. Per 1 juli zouden campings weer volledig open mogen. Maar hij is bang dat die maatregel snel wordt teruggedraaid als er meer besmettingen komen. Ook bioscopen zoals Kinepolis in Almere moeten opnieuw naar de tekentafel. Zij mogen per 1 juni 30 mensen per bioscoopzaal ontvangen. Maar het is de vraag hoe dit er operationeel uit komt te zien. Ook is het de vraag of er dan wel genoeg nieuwe films zijn, omdat vele films doorgeschoven zijn naar het najaar.